bewaar je reservesleutel niet onder die ene bloempot en maak dat er af en toe eens lichtbrand in de woning, zodat ze een bewaakte indruk geeft. De lucht begint al donker te worden wanneer gisteravond een tiental agenten naar Scherpenheuvel komen. Niet zomaar uiteraard, de politie merkt dat het aantal woninginbraken stijgt in het najaar, omdat het dan vroeger donker is. We starten eigenlijk vandaag onze campagne tegen woninginbraken. We hadden vorig jaar helaas een piek. Nu de dagen terug opnieuw sneller donker beginnen te worden, willen we daar toch op anticiperen. Maar kunnen kleine details een inbraak voorkomen? Mensen weten heel goed welke auto's dat daar passeren of dat de buurman op vakantie is. Het zijn zulke zaken die steeds aan ons mogen gemeld worden.